Kijk, maar niet op team. Vandaag hebben we een nieuwe aflevering van Ropey Twin B Rainbow Bell Adventure. Ik was nog steeds moeite om het uit te spreken. Dus laten we snel gaan beginnen, goed ervoor gaan zitten. En dan drie normale levels en dan zijn we met de bossfights bezig. Ben jij dan voor raar mormel? Kan ik het kapot krijgen? Nee, dus. Oké, dat is goed om te weten. Dat er misschien moeite voor te doen. Oké, dat was gewoon echt weer een hele random death. Hele random damage. Wow, die scheelt ook niet veel. Best wel heel graag hebben dat in life. Ik ben best wel een manier om hier doorheen te kunnen komen. Is hier een key verstopt? Oké, die life heb ik in ieder geval. Is alweer iets veiliger. Ik weet nog 100 van die belletjes heb. Ook alweer een heel stuk veiliger. Never mind. Nee. Wow, die dingen zijn vervelend. Wat is hiermee gebeurd? Degene die dit heeft gemaakt, ontslaan die gast. Jee, extra HP'tjes erbij. Wow, dit ziet echt zo trippy eruit. Mijn opname ook. Ik heb precies hetzelfde in mijn eigen beeldscherm. Maar ik kan er ook niet goed opkomen. Oh my god. Wat een scheid mormel van een... monster voor je neus zitten. Maar toen ik het dood gaat eigenlijk ook nog. Zucht. Here we go again. Wee. Hop. Handig om te doen, denk ik. Een klein beetje extra. Are you seriously? Echt alles kan de zijkant raken, behalve dat weer. Belletje ook nog weer een keer. Maar waar is er eigenlijk bellen verzamelen? Ik heb geen flauw idee. Oké, dat beest loop ik echt enorm langzaam. Totaal niet eens iets meer kan verder. Kijk eens aan. Kijk, zo doen we dat. Ik wil wel een key erbij. Ik weet niet welke kleur ik als opgepakt heb. Groen volgens mij. Oh god, zo vliegt door waarschijnlijk. Ik heb er een idee van wel, ja. Daar gaan we dan.
gaan we die kant weer op. Zo. Gaan we weer terug. Heb ik helemaal hierheen uitkomen. What the fuck? What the fuck? Dat was gewoon ziek random. Hè? Dat is echt gewoon weer zo'n bullshit dead. Wat is hier boven eigenlijk om te vinden? Nou, niet iets wat ik eigenlijk op zat te zoeken. Hoppa! Ik ga gewoon weer het normale traject af. Is het veiligste voor mij. Safety! Hanna! Of Hanna! Ik weet niet precies. Kijk. P? Goed, de hamelaar. Goed zo. Dan kan ik dat mooi verpakken. Dan maak ik daar enigszins weer mensen blij mee. Ik weet niet echt een manier goed horen te gaan. Maar ze beginnen dus wel. Dan gaan we weer lekker achterover hangen en dan geef ik de rest zelf. Dit weer eventjes. Dan boos van me wel de kool. Even kijken wat er uitkomen. Wat zit er hierboven nou eigenlijk? Hop. Maar kan ik hem eens hier naar boven toe vliegen? Hij wordt toch ook weer teruggekaatst. Ik moet wel dadelijk de andere route nemen. Ja, stop maar. Goed zo. Ik ben wel vol health, dat scheelt. Moet ik hier meteen wegwezen dus. Nee, wat? Again! Een bullshit death. Want ik ben invisible, dus ik kan eigenlijk niet doodgaan. Ga ik dood dat? Oh, die game soms. Helpt soms ook echt niet mee, hoor. Hop. Hop, hop. Een keer speedrun van gekeken, dat vind ik over wat er te wachten stond. Maar ja, dan is het plezier van de game eigenlijk ook weg. Zou ik hem nog een keer kunnen halen eigenlijk? Ja, dan heb ik dit namelijk. Ik neem twee van die kleintjes achter me aan. Dus ik moet hoezo toch deze kant op, dus.
Dan meteen maar zo. En wegwezen vanaf hier. Okay, running. En dan is de vraag welke kant op. Maar die kant hoeven zo niet. Ik denk dat ik hier omhoog moet vliegen. Dat is maar een ideetje hoor. Geen flauw idee. Aan de andere kant kan ik eigenlijk ook niet echt uit. What the fuck? Ga ik weer dood? Dat is een onzin. En mijn vliegskills niet goed genoeg zijn, ga ik weer dood. Nog een poging. Uiteindelijk wel lang duren. Even snel. Oh, lekker zo een leuk spelletje uitkiezen. Om een keer te gaan doen. Wat zie je vaak op YouTube? Dit spel. Ondertussen snap ik ook wel een beetje waarom. Misschien jullie ondertussen ook wel. Oké, okay, I'm dead. I can. Maar ik heb wel een extra key erbij. Ja, ik weet het. Ik heb voor een andere die sneller kan vliegen. Help misschien ook een handje. Misschien wat sneller doorheen. Toch invincibility frames. Kijken. Hop. Gooi je dat maar naar beneden. Allemaal goed. Dan kan ik dit hier eens mooi pakken. En dan ga ik hier naar binnen. Maar ik kies natuurlijk weer die andere route. Meer dan wat de bedoeling is. Wat er af en toe ook bij je. No! Oké, okay, dat is niet helemaal de bedoeling. Dat is even wachten. Eindelijk, hij is klaar. Nog één van de coin bij te pakken en ik heb weer full health, dus. Uitzondering van doodgaan. Wat zei ik nou? Rot op. Nu met een gezwel aan je kom gehad. Dan kun je heel lang niet meer, lange tijd niet meer schijten. Even, toch. Is dat hoe ik het wou? Nee, weer op dezelfde manier. Redo. Nee, om daar gewoon niet meer emulator te zeggen. Maak een save point. Load hem vanaf daar.
Zo verschrikkelijk begint het ondertussen te worden. Maar ja. Hier praten we niet meer over. Dit is gewoon echt random shit. Tikkerdij. Dan gaan we nog een poging. Punk. Heel leuk damage. Oh. Not that way. That way. And we are waiting. Oké, okay, daar ga je mis. Wacht weer wat langer. Hop. Even zien. Ah, come on. Dat is de hik. Zo meteen ook even 21 van die speciale dingetjes erbij krijg. Even volledig health. En die belletjes. Zoals nu. En... push. Oké, okay, die kan wel ten einde zijn. Kan ik niet hier ergens een... Het is mogelijk. Dat ga ik zo meteen gewoon even doen. Dat gaat echt te lang duren. Even nieuwsgierigheid daar. Natuurlijk moet ik meteen afgestraft hier worden. En ook echt twee keer damage. Gewoon één keer per ongeluk. En één keer was gewoon afstraffing. Maar ik te nieuwsgierig werd. Wat er nou achter was. Volgens mij is zijn hamer al kwijt. Alle kanten weer terug. Volledig hel. Oké. Okay. We kunnen weer vlammen. Wat ik eerst even doe is hier een save point maken. Dus save game position daar. En niet zo dat deze game echt moeilijk is, maar een beetje unfair. Oké, okay, maak hier dus even een save game. Op, door pushen. Ah ja. Oké, okay, maak hier nog een keer save position aan. Dus save game, slot 0. Let's go. Precies deze positie namelijk weer. Voordat wat ik nu kan doen, is dus gewoon load position 0. Dan hoef ik niet alles opnieuw te gaan doen. Dat is ook nog best wel enorm chill. Als je zo noob bent zoals mij. Oké. Okay. Load 0. Dan gaan we weer. Oh. Hey!
Okay, load. Nog een keer proberen. Nope. Load, load. Oké, gaan we weer. Dit zou ik wel helemaal misgaan. Load, load. Van bijhouden hoe vaak dit mis is gegaan. Zucht. Load, load. Dat ging wel heel snel. Hoppa, gaan we nog een keer. Dit is meer een beetje het punt waarin ik een spel dus niks meer aanvind, want ik kon gewoon niet meer verder. Op het moment dat je alles dood hebt daar, maar er zelf niet staat. Dan weet je dat er wat mis is gegaan. Weer pech. Nog een poging. Oh, dat was het. No, not that. Also a death. Up. Okay. In ieder geval, we zijn boven. Dat betekent safe position. Level gehaald. Nou, dit duurt wel iets langer dan verwacht. Dus in ieder geval, laat een like achter. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Tjus.